En dan rollen nu de balletjes voor de lottotrekking. Dag dames en heren, welkom bij deze derde lottotrekking van het nieuwe jaar. Ook vanavond weer een flinke prijzenbod. Een ton in het cijferspel en in de lotto een bedrag van 1.066.200 gulden, inclusief de jackpot. En met de lotto beginnen we natuurlijk. En het reservegetal is 5. Nog even de winnende cijfers op een rijtje. 2, 8, 20, 21, 23, 30 en het reservegetal is 5. Prijzen van een tientje tot een ton in het cijferspel. En onze notaris trok het volgende winnende getal. 6, 9, 6, 3, 7, 1. 6, 9, 6, 3, 7, 1. Gefeliciteerd als u vanavond een prijs heeft gewonnen. Zo niet, kijkt u dan vooral aanstaande woensdag naar de januari Midlotto. Die uitzending is om 19:45 ongeveer op Nederland 3. En als u de uitzending van vanavond nog eens terug wilt kijken, slaat u dan pagina 528 van Teletext op. Prettige avond verder, een goed weekend en heel graag tot woensdag. Dinsdag in Hoogstandjes van Vernuft. Het zweefvliegtuig van Otto Lilienthal. Al op zijn 14e bouwde hij samen met zijn broertje een vliegtuigconstructie. En op latere leeftijd dit hoogst merkwaardige apparaat. Meer over deze vliegpionier in Hoogstandjes van Vernuft. Dinsdag om 19:45 op Nederland 3. Voor een paspoort, een rijbewijs, een geboorteaangifte of een huwelijk gaan we naar het gemeentehuis. Over het reilen en zeilen daar gaat Werken aan Werk om 19:30. Overal in de wereld zie je jongeren opkomen voor hun mensenrechten. Woensdag begint daarover in Amsterdam een groot internationaal congres. Een filmteam van de ICON ging in 6 landen over de hele wereld kijken hoe het met de rechten van jongeren gesteld is. Hun serie verslagen begint vandaag met Nederland en Japan, waar de school je leven kan kosten.